Ja? Nou, dat... Ik vraag jullie speciale aandacht en welgemeend applaus voor Wouter Bos. Beste mensen, wat jullie vandaag laten zien is indrukwekkend. En dit is niet alleen maar een demonstratie voor het behoud van jullie banen. Dit is een demonstratie van sterke, trotse mensen. Doet je wel wat, hoor. Ja. Als dat verdwijnt. Ja, zonder meer. We blijven voor de banen vechten. Ik heb die banen gewoon blijven. Ja. We blijven voor die banen vechten, want we weten dat het voor jullie belangrijk is. Maar het is gewoon voor ons allemaal belangrijk. Het gaat om veiligheid, schone straten. Zeker. Ja. Iedereen heeft er zijn mond van vol en dan gaan we de mensen wegbezuinigen die het doen. Ja, dat klopt natuurlijk niet. Wij staan ook ter plekke. Ja. Waarom zijn jullie hier met zoveel mensen toegekomen vandaag? Om onze baan te houden. Ja. Als je 8 jaar de straat schoon maken, dan willen ze jezelf op straat zetten. Ja, ik kan niet meer terug naar de sociale dienst. Dat ben ik niet gewend, want je verliest je sociale contacten. Want ik vraag jullie. Wil het kabinet Balkenende echt dat buurten schoner worden? Wil het kabinet echt dat mensen beter met elkaar samenleven? Wil het kabinet echt dat het veiliger wordt op straat en in het openbaar vervoer? Als ze dat allemaal willen, waarom wilden ze jullie dan de laan uitsturen? Een beetje zo is het worden op dit moment, vind ik. Ook verbetering van de wijken en zo? Ja, hartstikke. Waarom denk je dat we juist hier filmen? Nou, mag hier wel wat verbeterd worden. Ik woon hier zelf ook. Maar wat dan, vooral? Nou, de criminaliteit, denk ik, hè. Hey, geen geweld op straat, ja? Nee, ja, tegen hem wel. Je valt hem aan. Ze steunt me. Ze geeft me steun. Je knokt er goed voor je apparaat. We vechten ervoor. Dank u wel. Goed om te horen. Ja, ik stem al jaren op PvdA. Hou eens af.